Tata Colijnplein te Totnes in het district Koroni krijgt een facelift. Er zal een Tourist Information and Visitor Center worden gebouwd met looppaden en attracties. Vandaag hebben minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken en zijn collega van Transport, Communicatie en Toerisme TCT daartoe het startsein gegeven. Minister Riyad Noor Mohammed van OW spreekt van een duurzaam project dat helemaal tot uitvoer gebracht moet worden. Ja, ik heb altijd gezegd, Koroni is een plek van productie, maar ook heel natuurtoerisme, biotoerisme. Dat moet toch koesteren inderdaad. En in feite zeg ik altijd, ik weet nog voor 2020 toen ik hier kwam, zei ik altijd, mensen te stoppen in Koroni. En dit kan een handje mee helpen, maar ik minister en DC, als we misschien verkeerslicht moeten zetten, dan gaat iedereen verplicht stoppen. Ja. Of als een rotonde moet maken ergens, dan gaan we een rotonde maken. Maar men moet stoppen inderdaad. De taste van Koroni proeven, alvorens we misschien verder gaan, et cetera. Dus u krijgt de volle ondersteuning. Gemeenschap van Koroni van het ministerie van OW. Noor Mohammed zegt dat er veel projecten zijn die in Koroni worden uitgevoerd. TCT-minister Oraiki Tramsaran vindt dat Suriname bewust moet gaan worden van de kwaliteiten van Koroni. Hoe kan go luku pe aoni ik miki? Hoe kan go luku fa akronto en miki, akronto olie en miki? En dat zijn de dingen die juist aantrekken. En de producten, signature noem je het, signature van Koroni, is iets waarop we trots moeten zijn. Dus collega Ria zei net, ik zie I love Kosu, misschien moet dat zijn gewoon I love Koroni gewoon. Dat is een voorstel. We zijn een proces. Staat er al, collega Ria, staat er al. Dus in het informeel, ik wil even delen, dat stukje is belangrijk om te weten. Dat wij... Misschien ziet u ons niet in jasdas in Koroni lopen, maar je gaat me niet herkennen als ik met mijn pet op en mijn t-shirt. De herinrichting van Tata Colijnplein is onderdeel van een landelijk project geïnitieerd door het directoraat toerisme om elk district te voorzien van een centrale plek waar kwaliteitsproducten, diensten en nette sanitaire faciliteiten worden aangeboden aan bezoekers.